Hey kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag ben ik terug samen met Joran voor meer Minecraft Skyblock in principe. En wel, we hebben al aardig wat doelen net afgevinkt. We hebben ook al 10 vis, ik ga het even koken. En wel, Joran die gaat zich nu bezighouden met een veldje maken voor dieren toch, voor spawnen. Ja, maar je moet even gaan kijken, want hoe kom ik aan het gras daarvoor? Dan moet ik helemaal vanaf. Waar wil ik weer? Hebben wij nog wel grass blocks? Fuck, voor mij niet. We kunnen gras maken. Ja, hoe wil je dat doen? Gewoon een deur met torches eromheen of zo. Nou, I don't know. voor mij werkt dat niet zo. En er is een creeper op je dak. Zo, ik ben een vis aan het koken. Oké, ik ben heel veel in mijn hutje. Ik ben dan nog heel veel dingen aan het doen. Organics. Daar gaat die Maar bij. dat is mooi, mooi kut. Ja, en gras groeit voor mij niet met licht of wat dan ook. Jawel, volgens mij wel. Waar moet het dan mee groeien? Voor mij niet. Voor mij is het daarom dat veel Minecrafters bij Skyblock altijd één grasblokje overlaten. Wat vind jij, cheat of niet? Ja, nou ja, als we dieren willen, dan zou het wel moeten in principe. Want, Ja, Johan, ik heb een probleem. wat dan? Ik heb een emu achter me aan zitten. Ja, ik zei net al, er zit een creeper op je dak. Kom. Gaan we een stukje zwemmen. Doe je geen damage aan de skyblock. Kom. Op zo'n hoogst kill je mij, maar... Dikke emu! Deed die damage aan de skyblock? Hij deed damage aan de skyblock. Lol. We hebben ook geen cobblestone pickaxe meer ofzo, hè? Nee, ik heb ook geen pickaxes meer, nee. Wij zitten diep in de shit. Ja, nou, het grasblok is voor nu het grootste probleem. Wij zitten echt diep in de shit. Zonder grasblok kunnen we niks in principe. Nee. Wacht, misschien is er iets van een grasblok bij de. Nou ja, ik zal wel eens even kijken. Ja, zoek het anders even op of zo. Nou, ik ben ondertussen weer mobtroepen aan het verzamelen. Nee, ik weet het wel zeker. Anders was bij de tree farm was er wel al lang een, hoe heet het nou? Een grasblok geweest, hoor. Nou ja, dan maar geen grasblok. Helaas pindakaas. Oh nee, een Enderman. Joran. Ja? Je moet even hierheen komen. Er is wat gebeurd. Oh, kut, ik heb hem geëngerd. Waar is die? Daar is die. Joran, ik heb groot Hé, nieuws. weg, weg! Kst, kst, kst. Robbeest, kst, 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 kst. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Daar is die op het dak. Kst, kst. Ah. Waar gaat die emu? Ik ben bijna dood. Ah. Haat fucking Enderman. Mag ik mijn spul graag weer terug? Ik had niet. Oh ja, dat had ik wel. Je kan het ook zo gewoon eventjes gooien. Johan, kijk eens wat er bovenop staat. Op de cobble generator. Ja, ik zag het al. Er is iets magisch gebeurd. Het is er zomaar. De Minecraft-goden zijn ons gewoon erg goed gezind vandaag. Ik heb er gewoon Ja. geen andere woord voor, wat jij. Daarom Ik heb niks gedaan. Je kunt mijn video's zien. Het is. Nee. zag ik je ook echt in creative modus gaan. Ik weet gewoon niet waar je het over hebt, echt. Ik Daarom weet. zag ik jou er ook van weglopen. Johan? Ja. Kun je even wat gaan menen? Waar Alsjeblieft. was ik net even aan het zoeken dan? Een pickaxe misschien hier. Oh ja, dat was.
bedankt. Wat kan ik doen? Huis inrichten of zo? Ik geef langs de mobs. Misschien hebben we nog enderpearls. Ik ga me bezighouden met de quest voor de enderpearls. We moeten 10 enderpearls hebben en volgens mij moet ik er nog 1 hebben. En hier is een enderman, dus ja. Ja, GG. Wat heb je op mij ermee aangestoken? Yes, ik heb een enderpearl. Oh! Wat is dat nou? Er kwam een beetje uit de lucht vallen. Nou, bovenop mijn hoofd. Nou, je hebt ook zo'n groot hoofd, dat kan je niet missen. Maar ja jongens, dit is gewoon ook de eerste keer dat wij zo ver zijn in Skyblock. Dus misschien als we ooit een keer seizoen 2 gaan doen, dan zal het wel anders gaan verlopen. Dan heb Are ik ook you een serious? Hele, dan heb ik ook een hele andere Skyblock voor jullie. Voor ons. Ik heb namelijk een nieuwe gevonden, die is nog moeilijker. Dat is een Sandstone Skyblock. Alles. En dus, die moet je op hardcore spelen. Wauw. Het is een hele gaaf. Oké, we hebben 7 enderpearls nu. Wel, ik baal. En die is niet achievement gebonden, daar gaat het alleen maar om survival. Oké, nee, maar wij gaan hier naar Arctic Abyss doen, toch? Ja, dat is goed, dus wel. Oh, ik heb nog wat cobblestone. Oké, kan ik daar mooi even tools van maken? Hey, er is een enderman hier zo. Ja, en heb je sticks voor mij? Nee, ik ben bezig met de reparatie van alle torches die verloren zijn gegaan. En alles. Vanwege dat jij met een creeper aan het kloten was. Ja, en er zitten alweer endermans op mijn dak, hoor. Ja, dat deal ik wel met. Goddammit, stomme endermans. Nou, ik ga torches. Denk ik maar even organiseren en alles, want het is ook gewoon een grote puinhoop. Hebben wij nog torches? Ja, een paar. Ik heb er 4 nog. Maar ja, er zit ook geen zon aan de dijk. Hij zit bovenop je farm! Ja, weet ik. Dat zeg ik dus. Hij zit op mijn farm. Maar goed, Johan, hoe gaan we dat doen met dat grassblok daar zo? Ik heb geen idee. Verdorie! Ik merk wat stikke dood, Jan. Waar zit die oetlul? Kom eens even hier. Ik ga je even helemaal doodmaken. Ik ga jou helemaal doodmaken. Hé, je hebt ook mijn meloenen! Hier. Goed, wel, we moeten dus gaan mijnen en wel, dan ga ik me bezig houden met de mushroom. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon eerst even de niet gecheate dirt van het totale legitte, niet in game mode gemaakte treefarmpje ophalen. Ja, treefarm hebben we legit gemaakt. Alleen de dirt, ja, ach ja, dus dat kunnen we maar beter gebruiken niet. Ik weet niet meer wat vandaan komt. Ja, ik heb zo'n kort geheugen. Ik ga eventjes kijken waar ik dan een opening kan maken aan mijn eiland. Ja, maar dan moet hij recht door de farm heen. Hoe gaan we dat doen? Bouw je gewoon uit, naar links of zo. Tegenover de farm. Dat kan ook. Ik pak heel veel pumpkin. Ja. Zo, dat is een heel stuk beter. Kijk je in ieder geval niet meer aan. Ik heb ook geen probleem van jullie aan de mens. Als die enderman achter mij zitten, oh, dat is eigenlijk ook onmogelijk hiermee. Zo, nou, ik ben een dirt ding aan het bouwen. Dus ja. Een dirtpad. Ja, zoiets. Maar waar wil je hem dan gaan bouwen? Gewoon, we hebben gewoon in ieder geval dirt nodig. Ik denk dat ik tegenover mijn, ik denk dat het beste is tegenover mijn farm. Dat kan, ja. Dikke emu, kom eens hier jij. Oh, half had je. Ah, ik heb nog cobblestone. Ronald, de Enderman Slayer. Nou, ik plaats hier wel even torches. Ben jij nou aan het doen, man? Helemaal niks, zoals gewoonlijk. Enderpearls proberen te verzamelen. Nee, maar ik ga even hier bezig. Nee, ik ga wood halen. Wood. We hebben wood nodig. Want ik ga dus wat meer chests en zo doen. Ik heb ook wood nodig, dus als je ook wat voor mij kan meenemen. Ja, tuurlijk. Ik heb gewoon even alle boompjes. Ja, ik ben nu toch bezig. Ik heb, hoe heet het nou, fence gates nodig. Weet je wat ik eerst ga doen? Ik ga eerst dit sneeuw vrijmaken hier zo. Dit is best wel simpel wat ik nu moet gaan doen. Nee, jij moet maar kijken. Jij bent hier de agrariër, dus wat dat betreft. Kom hier, fence post. Jee, ik heb weer mijn leuke schepje, Joran. Ertussen. Ik gebruik weer specs pyrobidi kreften. Oh, god. Hij heeft een dildo schep wil, hoor. God, dat wil ik ook niet. Hey, kneutertje. Hey, kneuter. Ja, zo noemt Minecraft soms. Hey, kneuter. Wat de fuck is dat überhaupt verschuld wordt?
Wel, mijn scherm is nou al kapot. Geweldig. Nou ja. Sarcasme. Geweldig. Sorry, is vast nog een crafting bench. Nee, oké, zo. Bam, twee schepjes. Nou, is sneeuw vrijmaken. Maar goed, we gaan dus wel redelijk goed met Skyblock. Alleen wel, dit moet even gewoon even legit gedaan worden met het gras en zo. Ja, dat, ik kan ook niet doen dat er een lekkere grasblok op staat. Het is gewoon zo magisch. Ik zeg niks. Mooi. Anders zorg ik wel dat jij niks zegt. Wow. Ja, dit is mijn eerste keer dat ik zoveel ben geklomen met, ja, geklomen met Skyblock, dus wel. Oeh, ik heb nog 9 overhoed. Neem het mij alsjeblieft niet kwalijk. Mijn inventory is nou bijna vol met snowballs. Joran! Ja? Open het vuur! Je kan even goed maken als een kloontrooper of een droid. I know. Meer ammo. Oké, goed. Wel, ik ga bomen kappen. I'm farming today. I'm coming up, so you better get this party started. That's how it goes, right? Dat was niet. Ik was gewoon. Nee, zeg zwaar lieven. Je benoemt het meer. Je benoemt het meer. Nee, mijn jointje. Zo stuck out. Moeten we het gewoon niet eens meer over hebben. Ik kijk hier wel eens Ancient Aliens. Ja, waarom denk je anders dat de achtergrond die dude is? Oh god. Ik kijk dat heel soms, maar ik vind die dudes gewoon zo schil. Er is ook zo'n kerel die praat zo. Een van die dudes, dat is zo'n dude die ziet er gewoon als een emo bijna uit. Die heeft een mohawk die helemaal gekleurd is. What the fuck? Oh. Nou, ik heb 21 woed, dus. Oh god, 3 Endermans, holy shit! Ghostbusters! Enderbusters! When something strange or just purple. Who you gonna call? Enderbusters! Who you gonna call? Oh my god! Blocks. Who you gonna call? The Enderbusters! Doe maar ik deze video noemen Enderbusters. Ik heb nog niet steeds een Enderpul gekregen na al die Endermans die ik heb geslacht. Wat in de haak weer zo'n mogol hier ergens rond, hoor. Nou, hoe staat het hiermee? Oké, nou, oh nee. Ik dacht het werkt, maar niet dus. Oh god, er zit erin op het dak. Wel, Joran. Ik ga even alle mops hoor. When something strange or just purple. Who you gonna call? Ja, oké. Enderbusters, loket. Zo, in deze chest zit vanaf nu alle mobs, hoor. En dan botten hieronder. En dan gunpowder hieronder. En de rest gooien we gewoon naar de afgrond. Want, serious. Dude, stop met dat getype. Het is vervelend. Kijk over de chat. Enderbusters. Ja, oké, ik weet het nog langs van alles. Nee, maar ik bedoel. Blocked. Lolcats. Ja. Nou, maar ga je me even helpen met verhuizen? Wacht, ik gebruik ook. Het is echt housekeeping episode vandaag. Het is gewoon, als die regen gewoon vol is, Joran, dan gooien we de rest gewoon van de afgrond, oké? Ik probeer hier een enderman te vissen. Enderman te vissen, what the fuck? What the Kom fuck? Op, beweeg niet zoveel, rot beest. Ah, hij zegt teleport waar ze. Nee! Ik heb veel waardevol spul bij hem, ja. Ah, daar is hij. Hij is geëngerd op jou, volgens mij.
Op mij. Wat heb ik nou weer verkeerd gedaan dan? Hij zat naar jou zo te schreeuwen. Oh, oké. Okay. Ja, kan ik ook niks aan doen natuurlijk. Zo, Johan, ik gooi de rest allemaal over de afgrond, in de afgrond, oké? Okay? En hey, met Enderman fishing. I'm Johan, en dit is Jackass. We bewaren wel gewoon alle arrows en alles, maar we bewaren de... Wacht heel even. Ik ging net met een fishing rod op een Enderman en ik kreeg een Enderpearl. What? Wat? Oké, okay, mooi echt afgerond. Zo, 1 stack met gunpowder weg, 3 stacks met gunpowder weg. Doei, 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 doei. Zo. Oeh, de flipping gods. Oké, okay, wel, wat gaan we hierin doen? Want hier komen dus alle slime soort in. Oké, okay, hier komt alle, ja... 8 pearls. Staat dat op ons lijstje? Collect 10 ender pearls staat er op ons lijstje. Dat gaat nu naar 8. Yay! En nu ga ik weer ender fishing. Ja, fucking, doe maar. Ik ben Joran. En dit is Jackass. In plaats dat hij me nou helpt ofzo. Nee, ik moet alles weer alleen doen. Ik probeer ender pearls te krijgen. Ja, oké. Okay. Ik had daar met mijn fanspost zitten voor. Ja, ik heb hem online. Ik heb online. Iets, ik heb weet. Oh nee, nu heb ik hem niet meer aan de lijn. Haal hem binnen. Waar is die? Waar is die sukkel gebleven dan? Nu kreeg ik er geen ender pearl van. Misschien is er wel een random drop of zo, weet ik veel. Ah, I don't know. Hoe kijk, er is weer een gasblokje bijgekomen. Of kan je met Silk Touch, kan je daarmee gasblokken ook oppakken? How do I supposed to know, bitch? Weet je wat, jongens, wij gaan het hier belaten voor vandaag. Het is wel een beetje een housekeeping episode. En hoe ga je het nou eigenlijk noemen? Enderbusters. Als Enderman die kan jackassen. Nee, oké, okay, maar in ieder geval, ja. Lukt mij dit? Yeah, parcours, bitch. Nee, maar in ieder geval, bedankt voor het kijken allemaal. Laat even een like achter, ik weet het was niet zo'n hele boeie episode, maar... Ja, ze hebben wel een nieuwe creatie van Joran gehoord. Enderbusters, ja. Maar goed, bedankt voor het kijken allemaal. Volgende episode zal het Melvin Mooie zijn, want daar ga ik mee bezig houden met de Giant Shrooms. Ja, gewoon... Als het überhaupt nog, dat kan volgens mij niet eens meer in episode 4. Dat moet nu in de Nether. Wel, dit... Wat interessant, jongens. Tot volgende keer. Ik had het over één ding. Dus je gaat de volgende aflevering ga je high worden. I am high of mama. Welcome to the high society. Nee, maar goed. Tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. En later met ze. Doors.